Een hele goede middag, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe video. Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, ben ik een hele lange tijd niet meer wezen livestreamen. Op YouTube niks meer gepost. Eigenlijk helemaal niks meer. Heeft wel zijn redenen. Dus vandaag deze video ook even een klein updateje van hoe gaat het nou met mij? Wat er aan de hand is en waarom ik niet meer heb gelivestreamd. Maar eerst wil ik beginnen. Als jullie dit leuk vinden en jullie willen meer van mij zien, laat het dan voornamelijk weten in een comment. En doe natuurlijk de duimpjes omhoog. En laat me gewoon vooral weten van wat jullie ook gewoon willen zien. Dus laat het even weten in een comment. En natuurlijk vergeet niet te abonneren. En volg me natuurlijk ook even op Twitch. Ik ga hier ook mijn Discord link inleggen of inzetten in de bio. Want daar kan je ook gewoon, en ik ga die draad weer oppakken. Omdat het weer gaat beginnen. We gaan gewoon weer vol, weer livestreamen. Omdat ik eigenlijk de laatste tijd ben ik ook veel naar het ziekenhuis geweest. Heb ik een aantal onderzoeken gedaan. Heb ik veel weer sporten. Focus op mezelf. Zonder iemand anders erbij. Gewoon echt puur focus op mezelf. Dus dat is een beetje ook de reden waarom ik dus niet online ben geweest. En waarom ik niet meer een video heb geüpload. Waarom ik niet meer ben gaan wezen livestreamen. Maar ik heb natuurlijk niet stilgezeten in al die tijd. Ik ben daar omheen wel heel veel bezig geweest. Ook voor mezelf. Maar ook gewoon om een eigen platform te creëren. Die is nog niet af. Ik ben er nog steeds mee bezig. Het is een groot project. Het is eigenlijk, ik kan het wel een beetje vertellen, want ja, het is misschien wel een beetje interessant, in ieder geval voor jullie. Het is eigenlijk gewoon een beetje een social media platform. Je moet het zo een beetje denken als Facebook, als Insta, een beetje dat soort dingen, een soort platform ben ik aan het maken. Helemaal zelf aan het coderen. Ook in de tussentijd ben ik ook daarvoor aan het leren. Of in ieder geval leren, gewoon zelf leren, gewoon thuis aan het leren. Dus daar ben ik echt heel veel mee bezig geweest. Dus ik heb echt niet stilgezeten. Ik heb ook gewoon de doelstelling wat daarmee is, is eigenlijk heel simpel. Neem bijvoorbeeld corona. Corona mocht je bijna niks over posten, want het werd meteen gecheckt. En het werd dan weer verwijderd en moest je weer verwijderen en werd je geblokkeerd. Ik liep daar continu tegenaan, omdat ik ben gewoon zelf totaal niet in die corona shit, omdat ik gewoon fucking onzin vind. Zoals jullie misschien ook hebben gezien, heb ik een video eens een keer gepost over die Fred grappen maken. Dus ik ben er gewoon totaal niet achter en ik post daar gewoon dingen over omdat ik het zelf leuk vind. Ik vind het gewoon zelf leuk om mezelf ook gewoon daarover te uiten. Maar je werd dan geblokkeerd en eigenlijk is dat dus op mijn platform, wat ik dus aan het creëren ben, is dat dus totaal niet, word je niet geblokkeerd als jij iets zet over corona. Of je post iets over de oorlog waar jij je mening over wil uiten. Daar ben ik gewoon heel erg mee bezig geweest om dat een beetje uit te zoeken en ook een beetje te leren. En zo wil ik ook verder gaan groeien. Dus ik hoop dat jullie dat ook een beetje accepteren. Ik vind het zelf ook heel vervelend dat ik gewoon heel lang niks meer heb kunnen doen eigenlijk. Ook gewoon voor jullie niet, want jullie weten niet van hoe of wat en noem maar op. Buiten het feit daarom gaat het in principe wel goed. Om even een brugje te maken naar het verdere van het verhaal. Gaat het in principe gewoon goed. Alleen waardoor ik ook gewoon niet kon livestreamen, was eigenlijk meer de reden omdat ik continu hoofdpijn kreeg. Ik kreeg echt om de minuut, of hele dag, ik heb gewoon 2 maanden thuis gezeten, niks doen met hoofdpijn, omdat ik gewoon echt continu die hoofdpijn had. En dat ging me eigenlijk irriteren, waardoor ik eigenlijk eerst voor mezelf wou voornemen om te kijken, om een onderzoek te starten van van hoe of waardoor komt die hoofdpijn. Daarvoor heb ik dus een aantal onderzoeken voor gehad, maar het blijkt gewoon een spier in de nek te zijn, de dikke spier in de nek, die loopt eigenlijk helemaal door tot aan je hoofd en daardoor ontstaat dus die hoofdpijn en dat komt dus door spanning, door stress, door te veel hooi op bijvoorbeeld nemen en enzovoort.
Dus dat is een beetje de reden waarom ik eigenlijk ook niet ben gaan livestreamen. Omdat ik het zelf heel erg vervelend vond. En ik vind het ook gewoon vervelend voor jullie. Want ja, jullie komen naar mijn profiel toe om te kijken naar mijn livestream. En om te kijken en hoe ik game en noem maar op. En dat vind ik gewoon heel vervelend. Dus ik ga vanaf vandaag. Ga ik in ieder geval. Dus maandag is het vandaag. Ik weet niet wanneer dit online komt. Ik denk vandaag. Ik ga het in ieder geval vandaag editen. En misschien tot het vandaag nog online komt. Maar dat durf ik niet te zeggen. Dus dat is een beetje de reden waarom ik dus continu die hoofdpijn. En dat zat me te irriteren. En ik kon er eigenlijk niks mee. Want als ik ging livestreamen, een paar minuten later kreeg ik hoofdpijn. En dan had ik dit weer. En dan. Ja, dus ik was gewoon voor mezelf. Ja. Vroeg ik te veel, waardoor ik eigenlijk gewoon mezelf tot last kwam en mezelf in de weg kwam te zitten. Waardoor ik eigenlijk gewoon, ja, eigenlijk gewoon vervelend voor jullie om niet te kunnen livestreamen eigenlijk. En dat vind ik nogal vervelend. Maar buiten het feit daarom gaat het gewoon verder goed. Sport gewoon veel. Ja, sport veel. Ik doe eigenlijk verder niet echt heel veel eromheen, maar omdat ik heel veel aan het coderen ben en ook zelf aan het leren ben, is het best wel lastig om sommige dingen te combineren. Ik probeer zoveel mogelijk dingen in mee te nemen. Ik probeer zoveel mogelijk, als ik bijvoorbeeld ergens aan het sporten ben of zo, dan zet ik daar gewoon mijn laptop neer en ga ik daar gewoon coderen of whatever, wat dan ook. Dus dat is een beetje de issue waarom ik dus eigenlijk niet kon livestreamen. Dus. Laat het dan ook voornamelijk weten wat jullie graag willen. Zet het voornamelijk in de comments. En misschien dat ik wel meer ga doen, maar ik moet even kijken hoe dat zit en hoe ik daar verder ga uiten en of ik dat zelf prettig vind, ja of nee. Ik heb zelf wel een idee die ik graag zou willen doen. Zoals sportvideo's wil ik gaan maken, misschien wel een aantal andere dingen. Maar daar ben ik een beetje aan het kijken van wat is daar een beetje makkelijk in en waar kan ik een beetje mij draaien en twist in geven. Dus vinden jullie dat voornamelijk leuk? Laat het dan weten in de comment en doe een blauw duimpje omhoog. En natuurlijk abonneer op mijn kanaal, dat zou ik super tof vinden. Ja, en voor de rest, volg mij gewoon op Insta, want dat heb ik gewoon nog steeds. Dat blijf ik ook gewoon houden. Maar zoals ik ook al aan het begin van het verhaal zei, is dat ik ook bezig ben met een eigen platform te creëren. Zelf vind ik het heel interessant. Zelf leer ik er ook heel veel van. Leer ik van mijn fouten die ik daar tegenkom. En ja, het is gewoon heel interessant. En ik wilde eigenlijk iets meer gaan doen. Dus wanneer het ook online is, wil ik het ook gewoon groter gaan doen. Maar ik wil het eerst binnen de familie houden nog. Omdat ik dan nog feedback kan krijgen van dit kan nog aangepast worden, of dit kan nog aangepast worden, dit kan misschien anders, of dit kan je misschien een andere kleur geven, of wat dan ook. Dat wil ik nog een beetje gaan kijken van oké, waar kan ik een beetje mee spelen en waar niet. Dus dat is een beetje degene dat eigenlijk een beetje aan de hand is en waardoor ik dus ook niet kon livestreamen. De livestreams die ik dus op Twitch maak. Is de bedoeling, die komen ook gewoon op mijn YouTube-kanaal. Laat even weten of ik daar een aparte kanaal voor moet maken of dat ik het gewoon op mijn normale kanaal moet gaan maken. En laat me ook even weten in de comments van waar ik het beste kan downloaden. Want soms kom je wel eens op websites en daar had ik in het begin heel erg dat ik op een website terecht kwam en dan download ik hem. Wat een kutwoord. Maar dat maakt niks uit. Dan download ik hem en dan denk ik van, oh, het is een goede kwaliteit en noem maar op. Maar dan is het toch net niet, want dan speelt hij te snel af. Of dan doet hij dit, of dan doet hij dat. Dus laat me dat gewoon even weten. En misschien hebben jullie daar wat tips en advies in van hoe kan ik dat misschien beter doen. Ik kan het zelf niet via OBS opnemen, omdat ik gewoon via OBS kan ik niet werken in verband met mijn laptop. Mijn RAM is wel voldoende, alleen mijn videokaart is niet voldoende. Dus
dat is ook weer iets, anders had ik het wel via OBS kunnen doen. Dat was natuurlijk makkelijker geweest, want dan had ik livestreamen op OBS kunnen doen. En ook de opnames meteen. Dan heb ik meteen twee vliegen in één klap. Mijn Discord, die komt hier onderin ook. Mijn bedoeling is dus uiteindelijk dat jullie daar in video's kunnen... kunnen in kunnen sturen. Waardoor ik dus daar dus een reactie op ga doen. Dat is ook nog een dingetje die ik ook graag hier zou willen doen. Dus ik hoop dat jullie daar ook... ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus een beetje reageren op. En dan de video's die jullie dus insturen. En misschien ook dat nog verder gaan uitbreiden. Maar dat is mijn eerste opinie om dat mee te beginnen. Om jullie video's die jullie leuk vinden of denken dat jullie dat leuk vinden naar mij toe te sturen via Discord. Waardoor ik daar dus weer een reactie op ga geven. En ja, dus daarom ook mijn Discord. Omdat ik daar eigenlijk ook iets mee wil gaan doen. En dat wil ik ook gewoon gaan gebruiken voor mijn gamingskanaal. Dus wanneer er een nieuwe livestream is, wanneer er iets anders is, of iets leuks, of een giveaway, of wat dan ook. Dat ben ik nog allemaal mee bezig. Om een idee daarachter te zetten van oké, dit kan ik doen en dit kan ik niet doen. Dus dat is het dus een beetje. Ik wou dus dit jullie even vertellen, omdat jullie... Misschien zitten de mensen te wachten op een nieuwe video van mij en zitten jullie daarop te wachten en zien jullie maar niks en gebeurt maar niks. Dus vandaar dat ik even deze video en jullie even een klein update geven. Wat mijn ideeën zijn en waarom ik dus ook een hele lange tijd niet heb gelivestreamd. Oh ja, niet te vergeten, in de livestreams wil ik ook, is mijn bedoeling ook om met anderen te gaan gamen. Dus gebruik daar ook mijn Discord voor om... daar dus je naam in te geven van hoe jij bijvoorbeeld heet op Fortnite of welke game dan ook. En dan ga ik kijken of ik die game ook heb of met Fortnite. Dat is eigenlijk mijn algemene livestream die ik nu de komende tijden in ieder geval ga doen. Dus laat me dat even weten en dan zie ik jullie later. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, blauw duimpje omhoog te doen. En... een reactie achter in een comment. Want dat vind ik zelf ook heel leuk. Kunnen we kletsen. En misschien hebben jullie ook wel goede ideeën. En kunnen we die ook graag gebruiken daarvoor. Dus let me know. En volg me op Insta. En dan zie ik jullie later.